Goedenavond, goedenavond. Nou, niet zo positief, ja. Ik moet je teleurstellen, omdat ik voornemens ben de vergadering van 30 juni te verschuiven, ja. Op grond van mijn bevoegdheid als fungerend voorzitter heb ik de bevoegdheid om binnen 30 dagen na het vaststellen van de leden van het parlement de wet van toepassing te brengen. Ik vind de president niet goed en heeft mij ontheven en is bereid om dan de oosten naar mij weer te beëdigen. Wat was de reden dat u het wilde verschuiven? Ik heb een reden. Ten eerste, het is niet door mij gepland. Uitnodigingen zijn al weggestuurd toen ik beëdigd werd. Ja, en daar heb ik wel mijn reden voor. Ik heb juridische adviseurs in stadrechtelijke gevraagd om mij te adviseren. En hij zegt, meneer, u kunt gewoon, als u binnen die 30 dagen houdt. Ik heb mannen als meneer Polane, heer Esset, goede advocaten, gevraagd om mij te assisteren. Concreet, dus het nieuws is nu, meneer Somaharjo, u bent geen fungerend voorzitter meer. Volgens deze brief van de president ben ik geen fungerend voorzitter meer. Kijk, nu praat ik over macht. Over macht, ja. Kijk, nu ben ik recht. Ja, ik praat over macht, dus gaan we kijken. En nu zit ik, mag foto maken, ik lees het. Dus bij deze ben ik ontheven. Wat gaat nu gebeuren? Gaat u wat er tegen doen of gaat u zich erin berusten? We gaan kijken. Ik ga naar mijn deskundige, mijn adviseurs. Dus met deze brief ga ik kijken of welke handelingen ik ga moeten plegen. Belangrijk, ik ben gelukkig nog gekozen parlementariërs. Wilde u de vergadering verschuiven zodat Chitin en Sapoen niet beëdigd zouden kunnen worden? Ik had willen verschuiven. In elk geval niet langer dan 15 juli. Bent u teleurgesteld inderdaad? Ik ben niet teleurgesteld, dit is macht. Bent u geschrokken? Ja. Had u niet verwacht dat u met die macht? Nee, dit heb ik niet verwacht. In een rechtsstaat heb ik niet verwacht. Ik beloof dat ik het ambt van fungerend voorzitter nauwgezet zal vervullen. Ik beloof gehoorzaamheid aan de grondwet en aan alle andere wettelijke regelingen. Ik beloof trouw aan de Republiek Suriname. Dames en heren, de net beëdigde fungerend voorzitter van de Nationale Assemblée. Okay. Als meneer Sapoen en meneer Chitin in het parlement verschijnen, wat gaat u doen als voorzitter? Als voorzitter, ik kan het parlement komen, maar zitten in de vergadering. Dan ga je vragen, meneer, wie bent u? Ik ga ze eruit zetten. Meneer, als je daar komt zitten, ga ik ook eruit zetten. Niet meneer Sapoen. Iedereen die daar komt, ga ik eruit zetten. Nee, maar ik heb het over meneer Sapoen en meneer Chitin. Meneer, degene die geen lid is van de volksvertegenwoordiging, ga ik eruit zetten. Ja. Ieder weet, de DNA eindigt op 30 juli 2015. De heer Somaharjo informeert me, ik ben niet komen zeggen, ik ga de zaak opschuiven naar 15 juli. Ik zeg maar, dat kan niet. Anders zitten we in een crisis, want dan heb je een uitvoerende macht, een rechterlijke macht, maar geen wetgevende macht. De zaken moeten naadloos aan elkaar gesloten worden. Vandaar dat de grondwet dwingend voorschrijft dat op 30 juni er een nieuw DNA moet zijn. Het kan er bij hen niet in. Hij zegt, nee, ik informeer je wat ik ga doen. Hij zegt, op basis daarvan zegt diezelfde grondwet, die geeft een gelegenheid, als u het niet wil, niet kan, niet inziet, enzovoorts, dan zegt de grondwet, dan moet de ene oudste lid gevraagd worden als die wel bereid is om het te doen. De heer Hooghart is de volgende. Ik heb hem gebeld. Dus als het goed is, hopelijk met die agenda's, komt hij hierheen. Dan ga ik hem direct installeren. Als men u zo beschuldigt van dictatoriaal handelen, want ik neem aan dat dat misschien morgen zal komen vanuit een bepaalde hoek. Ach, men zegt al zoveel dingen. Dus ik weet dat ik volgens de grondwet heb gehandeld en
Als men dat dictatoriaal vindt, dan moeten we die grondwet veranderen. Mogen wij aannemen dat als u vanavond de heer Hooghart beëdigt, de vergadering van 30 juni normaal voortgang zal vinden? De vergadering moet voortgang vinden. Als meneer Hooghart niet wil, dan krijgt hij ook een brief. En dan is de volgende meneer Paal. Ik beloof dat ik het ambt van fungerend voorzitter nauwgezet zal vervullen. Dat beloof ik. Dat beloof ik. Vindt u het erg wat er is gebeurd vandaag? Nou, dus dat zijn normale dingen in de wereld. Als we de geschiedenis doorlopen, dan zie je hoe landen zijn gegroeid. Neem Rome, een van de zeer belangrijke landen. De ontwikkelingen die we hebben gaat rondom de geboorte van Jezus daarvoor en daarna. Het heeft ook zoveel perikelen gekost. Rome is Rome geworden nadat Remulus heeft vermoord. Dus dat zijn de dingen die gebeuren in de wereld en wij nemen die dingen mee. Meneer Hooghart, u zal straks de parlementariërs beëdigen. Hoe kijkt u ernaar om meneer Rusland te beëdigen, NPS-voorzitter Rusland? Normaal, als politici en anders zijn we in het gevecht verwikkeld. Maar als we dat doen van 6 uur 's morgens tot 6 uur 's avonds, zijn we 7 uur bezig aan de tafel om een drankje te nemen en een portie te eten. Dus voor mij maakt dat niet uit. Iedereen wordt door mij. Dat is mijn taak als Surinamer. Dat heb ik plechtig beloofd. Iedereen wordt door mij beëdigd, zover ze dat willen. U had toch ook wel een hele goede band met meneer Somohadjo. Hoe gaat u zich opstellen dan? Niet anders. Ik moet hem beëdigen en hij wordt beëdigd. We blijven vrienden. We leven in het adagio van dankbaarheid en ondankbaarheid. Ik heb van mijn moeder geleerd dankbaar te zijn. Dus ik ben dankbaar aan allen die hebben bijgedragen tot de situatie van nu. Tot een situatie waarbij ik, Ronald Hooghart van Frimangrong, ben benoemd tot fungerend voorzitter en de taak heb om alle andere 50 assembleeleden te beëdigen. En ik vind dat een geweldig gebeuren.